Mevrouw Trevers, hartelijk dank dat we even mochten langskomen in het prachtige zwembad van Culemborg. Op 6 juni hadden wij een gesprek op de markt, hier in Culemborg uiteraard, met een afgevaardigde van de VVD en GroenLinks. En daar heeft u twee uitlatingen gedaan waarvan ik denk, nou, daar moeten we het zijne van weten. U zei onder andere van, als je een goede staf hebt, dan gaan die ook wel naar sponsoren zoeken. Wat bedoelt u met goede staf? Wat ik toen heb gezegd is dat we een standalone zwembad hebben. En een standalone zwembad betekende met de opzet zoals die in het beslisdocument was gemaakt, dat we te maken hadden met een hele beperkte professionele bezetting. In totaal 3,5 FTE. Een deel was daar management van, een klein deeltje techniek en de rest allemaal zweminstructeurs. Op het moment dat je marketing gaat organiseren, betekent dat je daar menskracht voor nodig hebt, inzet moet gaan plegen, mensen naar buiten moet sturen en ook nog een goede communicatie die daarbij hoort. Dus eigenlijk moet je zeggen, dan moet je halve tot driekwart FTE hebben die je altijd maar naar buiten kunt sturen om misschien die sponsoring te gaan verwerven. Dus dat bedoelde ik met een goede staf. Dat geldt natuurlijk voor meer dingen, want dat geldt ook voor de afdeling personeelszaken. Die hebben wij ook niet. Dat heeft wel te maken met die hele beperkte opzet en die beperkte begroting. Dus u ziet het niet als een taak voor het bestuur, voorzitter, penningmeester, secretaris, om sponsoren te gaan zoeken? Een deeltje misschien wel. Ik denk zeker dat je daar in het netwerk gebruik van kunt maken. Tegelijkertijd moet je je realiseren dat wij vrijwilligers zijn. En als dat zwembad nou helemaal geen hobbels had gekend, dan hadden we daar misschien ook nog tijd voor overgehouden. Door alle hobbels gedurende deze 3 jaar kun je eigenlijk ook zeggen dat we daar zelfs als bestuur niet aan toegekomen zijn. En sterker nog, ja, het zijn allemaal fulltime, althans. Tot voor kort allemaal fulltime werkende mensen. Wanneer moet je dat doen? En nogmaals, natuurlijk, misschien hadden we wat meer kunnen organiseren, maar het heeft ook zijn beperkingen. Ja. We hadden het ook over op de markt, 6 juni, over sponsoren. Ik had aangedragen, de AFRI, Vitens, heeft u daar iets mee gedaan? Nee, op dat moment niet meer, want wat er op 6 juni voor lag, is een alternatief, althans het besluit, dat wij een alternatief bedrijfsplan wilden neerleggen. En dat alternatief, dat omvat op dat moment niet het zoeken van nieuwe sponsoren met alle onzekerheden van dien, maar feitelijk binnen 14 dagen een plan formuleren wat een doorstart creëert. En dan kunnen we niet nu eens naar AVRI's en dergelijke stappen met alle mooie intenties, want dat duurt natuurlijk maanden voordat dat allemaal toegezegd zou worden, eventueel. Nu heeft u afgelopen dinsdag het raadsvoorstel ontvangen. Wat is er gebeurd tussen 6 juni en afgelopen maandag? 6 juni was er een raadsvoorstel ter bespreking in de raadscommissie, waarin de raad of het college voorstelde aan de raad om een eenmalig bedrag nog ter beschikking te stellen wat zou kunnen leiden tot een sluiting op 1 juli 2020. Alle insprekers, maar ook het bestuur van SZC heeft toen aangegeven, geef ons tijd om een alternatief voorstel te maken. Daar heeft uiteindelijk op 20 juni de raad mee ingestemd met het alternatief. Dus er is een amendement gemaakt op het raadsvoorstel waarop de raad heeft besloten, ja, SZC, ga maar aan de slag. U krijgt de tijd om een alternatief plan in te dienen. Dat alternatieve plan hebben wij ingediend op 25 juni bij het college. Het college heeft daar dagen daarop volgend een toets op uitgevoerd, ook door externe adviseurs. Klopt het plan? Gaat het goed? Enzovoort, enzovoort. Op 8 juli 's avonds hebben wij als SZC samen met de marktpartij die we willen gaan contracteren, dat is Optisport, hebben wij een informatieavond belegd. Er waren raadsleden aanwezig, er waren gebruikers aanwezig en er waren de personeelsleden en vrijwilligers aanwezig. De dag daarop volgend, nee, dat is niet helemaal waar, maar daarop volgend is het raadsvoorstel, het nieuwe raadsvoorstel gekomen. Dat is afgelopen dinsdag gepubliceerd. En in dat raadsvoorstel wordt
feitelijk voorgelegd van wij volgen het alternatieve plan. Dat wil zeggen de financiële consequenties daarvan, die leggen wij met een positief advies voor aan de Raad. En wij hopen nu op een positief besluit volgende week. En wat omhelst nou dat voorstel? Wat is nu echt het voorstel? Het raadsvoorstel of ons voorstel? Nee, het raadsvoorstel. Het raadsvoorstel. Het raadsvoorstel behelst dat de extra middelen die wij vragen om de doorstart te kunnen maken, dat die toegezegd worden, dat die geaccordeerd worden. En dat er een kleine ophoging komt van de structurele subsidie. Van 278 naar 294.000 euro. En dat er nog een reservering gemaakt wordt voor eventuele btw-problematiek die in de toekomst zou kunnen gaan optreden. Dat is wet en regelgeving, daar zal ik verder niet op ingaan, maar daar is ook een voorbehoud voor gemaakt. Dus feitelijk maken ze het financieel, vragen ze de financiële instemming. Partners, zijn die al gevonden, behalve Omnisport? Ja, wij hebben een intentieovereenkomst afgesloten met Optisport. Optisport, ja. Dus in principe is dat de beoogde exploitant waarmee we ook een overeenkomst willen afsluiten. En die het bad met deze intentie ook met ingang van 1 september gaat exploiteren. Nog wel onder de naam Waterlinie. Wel onder de naam Waterlinie. Ja, zeker. Ja. Ja, want ik kan het ook Optisport sportcentrum noemen natuurlijk. Ja, exact. Maar Optisport zal ongetwijfeld zal er een slash komen, maar het blijft de Waterlinie uiteraard. En Vitens die het water levert? Die blijft gewoon water leveren. Ja, maar gratis als sponsor. Dat laten wij, nou laten we zo zeggen, daar ga ik me niet meer tegenaan bemoeien. Op het moment dat de overeenkomst gesloten wordt, dan is Optisport exploitant. En die heeft, is een dusdanig groot bedrijf dat hij ook relaties heeft met diverse marktpartijen. Wellicht dat die naar Vitens gaan, ik weet het niet. Maar u verdwijnt er niet het beeld, hoop ik. Wij hebben in het alternatieve bedrijfsplan aangegeven dat wij het tijd vinden voor een anders opgezet bestuur, een kleiner bestuur. En een bestuur wat toegerust is op de rol die ze in de volgende fase moeten voeren. En op dat moment is het een bestuur die de relatie onderhoudt met de exploitant en de relatie onderhoudt met met de gemeente. Met andere woorden, het is een soort beheersbestuur. Het is een andere dan tot nu toe. Dus het besluit, het raadsbesluit is de 18e. Gaat het nieuwe plan met Optisport, gaat het ook inhouden dat abonnementsprijzen, toegangsprijzen omhoog gaan of... Dat is wel een mooie vraag. We hebben afgelopen maandag, heeft Optisport ook zelf een presentatie gehouden. En wat er op dit moment voor ligt is een hele beperkte tariefsverhoging. Maar de tariefsverhoging was ook al ingecalculeerd door het huidige bestuur met het management. Dus wat dat betreft blijft het eigenlijk op hetzelfde niveau met de indexering die per 1 september dan plaats gaat vinden. Dus dan praat je over dubbeltjeswerk. Ja, exact, ja. Verwacht u tot slot instemming van de gebruikers? Of u die al nodig heeft, is weer wat anders, maar wat verwacht u daarvan? Eerste reacties en de reacties die ik ook op de mail heb gekregen na 20 juni en de presentatie van het alternatieve plan, weten we dat de gebruikers instemmen en dat gaat eerst om de georganiseerde gebruikers, dus de verenigingen, dat die positief zijn. Ook voor hen verandert er bijna niets. Georganiseerde gebruikers, dus alle individuele zwemmers, die zitten ook in een paar groepjes bijeen. Die waren heel positief over de presentatie van Optisport afgelopen maandag. Dus wij gaan ervan uit dat we ze ook een plezier doen. Ik zie dat het zwembad nu dicht is, maar die gaat zo meteen open. Zullen we een baantje gaan zwemmen? Tot op dit moment nog even niet, want die circulatie die ligt eruit. Maar over anderhalf uur gaan we ervoor. Dank voor deze keer. Graag gedaan.